Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo, boys en girls. Welkom bij alweer een nieuwe FC25 video. Het is vandaag Thunderstruck. Het is vandaag een video van Thunderstruck. Het is vandaag maandag als ik deze intro opneem. Omdat ik naar OA Leuven tegen Anderlecht gaan zien was gisteren. En ik ben nu pas terug thuis. Dus ik heb al heel wat pakketjes voor jullie. En die gaan we open doen. Dus let's go. Wauw, dat mag wel een beetje zo heb. Eerst hebben we een goudpakket van de Daily Login. En er zit Bouwman. Goeie keeper. Nou, die mag gewoon weg gedaan worden. Dan hebben we er 2x 81 plus. En daarin zit geen walkout. Dus die gaan we skippen en daar zit Romero en Cristante in. En nu 2x 80 plus en daarin zit geen walkout. Dus dat skippen we ook weer al. En we krijgen Leno en Leroux. Oké, 2x 80 plus en daar zit in. Team of the week precies. Links midden. Wie is dat? Solis? Is dat hier Solis niet? Ja, Solis. Van Club Brugge. Waar 83 reed Solis. I mean, it's good. It's decent. 5x 80 plus, let's go. En daarin zit links buiten, Engels. Ja. Gaat waarschijnlijk Grealish zijn. Liga. 2x 81 plus en daarin zit. Spits. Engels. Nu mijn super leek. Ja, dat is niet goed. Dat was dus wel 85. Let's go. En man. Wow. 2x 81 plus. En daarin zit. Geen walkout. Mamarchili en Rauch. Dat is goed. Zeldzame gaat spits op 84 plus. En daarin zit. Dat is geen walkout. Rodrigo de Paul. 3x 83 plus en daarin zit geen walkout. Mares, Mbok en Zapata. 3x 83 plus, team of the week. Is het een walkout of niet? Nee. Spits, USA, Eredivisie. Ja, dan is het Pepe, Hernandez en een ander. Dan hebben we nog 3 keer een 82 plus, 14 wel 82 plus. En in deze zit een walkout. CM. Ben naar de Stilva. Is een dubbele walkout. Nee. 14 nieuwe items, moet al niet meer zien. Let's go. Nog eens een 14 wel 82. Geen walkout. Sherry dan. Let's go. En nu nog eens een 14x82 en daarin zit. Walkout. Cam. Portugees. Bruno Fernandes. Let's go. Let's fucking go. We zien of we nog een 10 minuten pakket hebben, maar ik denk het niet. Nee. Brievenpakket hebben we pas binnen 9 minuten, want die heb ik gisteren ook op de voetballopen gedaan. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb 5 potjes gespeeld door één de dag. En we hebben dus 2 keer 80 plus. 2 keer 81 plus, 1 keer 3 keer 83 plus, 1 keer 2 keer 81 plus. En we krijgen nog een 2 keer 83 plus.
En dan hebben we nog mijlpalen, precies. Ah ja, dat is ook nog iets van Ultimate Draft. Let's go. Daar krijgen we ook nog iets van. Want ik heb de draft die ik vorige week, de vorige video heb gestart, heb ik nu ook afgewerkt. Dus, we gaan eerst het premium goudpakket opendoen. En daarin zit keeper, Engels, Premier League. Boeit niet. Wat de Jordan Pickford. Wat is dan het premium jumbo goudpakket? Let's go. Wat was het daarin? Boeit niet. Let's go. Twee keer 81 plus en daarin zit geen wildcard, dus we skippen. Top subaan, Kamara. Let's go. Twee keer 80 plus en daarin zit geen wildcard, dus we skippen. Golovin en Arnautovic. Let's go. Twee keer 80 plus en daarin zit geen wildcard, dus we skippen. Majri en Pau Torres. Decent, decent. Twee keer 81 plus daarin zit. Geen wildcard, dus we skippen weer al. Aubameyang en Fofana. Boah ja. Twee keer 81 plus daarin zit. Geen wildcard, dus we skippen. Minge en Lennon. Not gonna lie, it's not very good. Twee keer 83 plus en daarin zit geen wildcard, dus we skippen. Waldi en Nagasato. Nagasato, 3 keer 83 plus, let's go. Hopla, Thunderstruck en dit is een wildcard. Center mid, Spaans. Allega, wie is dat? Wie gaat dat zijn? Maar Real Sociedad. Emiliano Martinez en Paris Mendes, let's go. Dubbele wildcard, dat was goed. Dat is redelijk goed. En nu hebben we ook nog een. Hebben we hier nog een 10 munten pakket? Ja. Let's go, en daarin zit. Geen wildcard, dus we skippen. Brozovic in kapje en Lucas Paqueta. We hebben ook nog preview pakketten. In deze zit Arda Güler. En in de tweede zit. Ja, dat is een preview, dat is een zilver, dat is niet goed. Sorry, dat is niet goed. Oké, boys en girls, het is 7 uur op maandag en we hebben net de login gedaan, dus we krijgen een 3x84 en een jumbo zeldzame spelerspakket, dus een 100k pakket. En we gaan eerst nog eens zien of er een 10 of 30 munten pakket is. En het is er niet. Dus eerst het goudpakket open doen. Björn. Let's go. Let's go. Shoo. 84x3, let's go. En daar zit in. Team Louis Walkout, linksachter. Wie is dat? Wie de fuck is dat? Bruno Fernandes en Mojica. Ah ja, dat is goed. Bruno Fernandes. 100k pakket, let's go. En daar zit in. Walkout. Keeper. Is het Alisson of Ederson? Ederson. Zeg je dat postuur, is Ederson. En Jordan, Jonathan Ta. Let's go. Ederson.
en Donald van Taal. En Joaquin Correa. Let's go. Oké, boys and girls. Het is dinsdag ondertussen. Dinsdag 12:56. En het mysterieland is Kroatië. Dus ik hoop dat ik een Kroaat pek waarmee ik die goals kan maken. Dus er is zelfs een speelspakket en daarin zit rechtsachter Engels, Premier Super League, dat was niet goed, dat was dingen. Lucy Bronze, let's go. 3 keer 83 plus en daarin zit Team of the Week precies. Centerback. Ja, dat is dingen. Orban. Orban en Shaqiri en Trippier, let's go. 84 plus maal 5 en daarin zit Walkout, center mid, Kroatië. Aha, dat is Modric. Daarmee kan ik het doen met Modric. Let's go. Twintig plus maal 14. Let's go. Walkout, let's go. Spits. Nigeria. Als Osimhen is een dubbel walkout. Salonoglu en Osimhen. Let's go. Sauer, Brun. En Kamara hebben we dubbel. x 82, let's go. Thunderstruck precies, center mid. We krijgen onze we krijgen een icon. Shit. Kunnen we van onze wie is de icon? Roy Keane, let's go. We pakken onze eerste gewone icon. What the fuck, we krijgen gewoon Roy Keane. Hey, we pakken onze eerste icon uit en uit een gewoon pakket. Wauw. 14x82. Thunderstruck, let's go. Cam, Belk. Serie A. Wie is dat? De ketelaar, denk ik. Ja, de ketelaren. Let's go, we krijgen ketelaren. Wauw, we krijgen Charles de Ketelare. Wauw, we krijgen en Roy Keane en Charles de Ketelare. Die muntpakket. Gaan we daar ook iets goed uit pakken? Nee. What the fuck? En we krijgen en Roy Keane en Charles de Ketelare. What the fuck? Oké, okay, nou eerst. We gaan Modric gewoon even in de spits zetten. Voor die goals te maken. En dan gaat hier uit. Gaat hier uit Ødegaard, denk ik. Nee. Gomez gaat eruit. Nu komt er dan in de plaats. Natuurlijk, Roy Keane. Onze eerste icon dat we pakken. Zonder een icon pack. Shit, man. Wauw. Oké, boys and girls. We hebben FC Pro Open Mysterieland voltooid. Het was dus Kroatië, dus ik had Modric in de spits gezet. Premier League een speelspakket krijgen we ervoor. Let's go.
Breng een elektrisch speelspakket en daarin zit geen walkuit. Let's go. Oké, boys en girls, we gaan nog eens een icon pack klaarzetten. Dus wat gaan we doen? We gaan SBC in. Wauw. Oké, boys en girls, we gaan weer even een icon pack doen. Dus we steken er 84 Sinsberger in. 84 Pavard. 84 Acerbi. Hebben we nog een team met Wieker af van de. Diogo Dalot gaan we erin steken. Ben White. Shaqiri. Die mag er nog in. Wer mag erin. Sabitzer mag erin. Grealish mag erin. Die mag er nog in. Alvarez mag erin. Tovic mag erin. Let's go. Dat is de eerste squad van de Icon Pack af. Nu de tweede squad. De 85 graded squad. En daar mag Rice in. En daar mag Bruno Fernandes in. En daar mag Ta in. En daar mag Orban in. We hebben een dubbele keeper. Ja. Nee, keeper hebben we niet dubbel. Sherry dan mag erin. Pacheco mag erin. Casemiro mag erin. We hebben op rechts achter dat erin mag. Lucy Brons mag erin. Rechts buiten, wie mag er daarin? Kirby. Op links buiten mag Dun erin komen. Let's go. We hebben al twee packs om te openen. Klein gouden speelspakket. Daar ga ik niks in zitten, dat weet ik zo. 81 Kokshoe. Dat is decent. Klein gouden speelspakket en daarin zit Robert Sanchez. En nu de tweede 85 squad van een team of the week. Dus Lavelle mag erin. Eigenlijk mag Wirtz er ook in. Bruno Fernandes mag erin. Pepi mag erin. Çalhanoğlu mag erin. Tah mag erin. Emiliano Martinez mag erin. Sauerbrunn mag erin. Bardakci mag erin. Damaris. Die een mag erin en dan mag Trippier erin en dan halen we het wel. En dan hebben we nog eens een icon pakket geknald. Dan hebben we nog eens een icon pack met alle folder dat we hebben. Klant op elektrisch zweetspakket en daarin zit geen walkout, dat skippen we. Gewoon fridge. Oké, volgende pack. Icon pack, let's go. Please be een goed land. Spits. Nederlands.
Welke Nederlandse spits zou het kunnen zijn? Kluivert? Kluivert of Van Basten? Nee. Kluivert? I mean, I've got an 87 rated striker. Nijken again. Kluivert. Oké, die gaat voor kei weinig, maar I got an icon. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben het laatste potje van de 5 potjes die we moesten spelen vandaag gedaan. En de weekly rewards en de weekly objectives en zo zijn eindelijk na bijna een week tijd gerefreshed. Dus we gaan eens zien. Ik moet nog 2 potjes spelen voor 200 SP en nog 7 potjes voor 400 en nog 7 potjes voor in totaal 800 SP. En hier moet ik er nog 9 spelen voor 250. En hier moet ik er nog 7 spelen voor 1400. We hebben 6. We hebben hier. Hier hebben we 6 packs. En hier hebben we 1 pack. Dus zijn er 7. Dan gaan we eerst nog een andere pack klaarzetten. We gaan hier nog even een pack klaarzetten. De combo upgrade 85 plus. En ik moet nog een 84 team hebben. Rechtsachter. Rechtsbuiten. Gaan we bijna de stoel van inleveren. Spits. Oshiman. Blaxenius. Poort. Koopmijners. Good bird, let's go. Okay, let's go. 2 keer 81 plus en daarin zit team of the week, Walkout team of the week, CVM, Engels, DKF, dat is Walsh en Balde, let's go. Dubbele Barcelona pack. 2 keer 80 plus en erin zit. Geen walkout, let's go. We gaan naar een Vicario, let's go. 2 keer 80 plus en erin zit. Geen walkout. Nee, eerst een Banza, let's go. 2 keer 81 plus en erin zit. Geen walkout, let's go. Ferrari en Lucas Vasquez, let's go. 2 keer 81 plus en erin zit. Walkout, let's go. Links midden. Grimaldo. En Trippier, let's go. 3 keer 83 plus. Team of the week. CVM. Dat is Kovacic. Die haalde ik niet meer, maar die heb ik nu terug. Nog eens een 3 keer 83 plus. Spits. Shaw. Koulibaly en Tone. Let's go. 3 keer 83 plus en daarin zit. Team of the week. Cam, Zwitser, Shaqiri, Kumaxi en Kumagai.
En malen. Let's go. Nog eens 3 keer 83 plus. En daarin zit. Geen walkout. Kom on. Parejo en Gerard Moreno. Combo pakket. 85 plus. Geen walkout. Wauw. Oké, boys en girls, ik heb 10 77 plus player picks. In de eerste zit ofwel Muzovic, ofwel Damaris Eguirola, ofwel Alvarez. Dan gaan we voor Damaris Eguirola. In de tweede zit ofwel Casemiro, ofwel Abdul Hamid, ofwel Torreira. Dan gaan we voor Casemiro. In de derde zit ofwel Zapata, ofwel Rahimi, ofwel Werner. Dan gaan we voor Zapata. In de vierde zit ofwel Ginter, ofwel Vanini, ofwel Vicario. Dan gaan we voor de Vicario, want dan kunnen we die al. In de derde zit ofwel Rodriguez, ofwel Arnautovic, ofwel Nemecha. Dan gaan we voor Arnautovic. Ah, Rodriguez bedoel ik. In deze zit ofwel Weir, ofwel Sergio Busquets, ofwel McGregor. Dan gaan we voor Weir. In deze zit ofwel Laporte, ofwel Danilo, ofwel Giroud. Dan gaan we voor Giroud. In een deel zit ofwel Schouten, ofwel Zinsberger, ofwel Leroux. Dan gaan we voor Zinsberger. In een deel zit ofwel Lerma, ofwel Gradit, ofwel Molina. Ja, dan gaan we voor de hoogste, Molina. In deze zit ofwel Rahimi, ofwel Inaki Williams, ofwel Anderson. Dan gaan we voor Inaki Williams. Let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur op dinsdag en we gaan eens zien wat er nieuw is. Hier is niks nieuws. SBC. Misschien wat er nieuws bij SBC is. +14 is er terug. Let's go. Die gaan we craften ze. Let's go. Oké, Kumagai, Kumahe, Kumaha, Kumagai. Kom maar bij. Daniel Malen. Enesiri. Youssef Enesiri. Petanga, mag er ook in. Petagna, sorry.
82 plus maar 14, maar eerst preview pakketten. Of is er eerst nog een 10 munt pakket? Jazeker, 10 munt pakket. Geen walkout. Konsa, Van Haken en Powerlek. Let's go! Preview Packy. Geen walkout. Maratatata. Crone. Let's go. 20 plus maal 14. Walkout. Keeper. Kobbel. Nee, Sommer. Wauw. Is het een dubbele wildcard of niet? Geen dubbele wildcard. Oké, let's go! Oké, boys en girls, het is woensdagochtend. Ik heb 3 van 10 spelerskeuzes. 75 plus. En ik heb nog 2 20 plus maar 14's. Dus eerst de player picks. In de eerste zit Lauren, in de tweede zit Xavi Simons, in de derde zit Buscagli, in de vierde zit Ginter, in de vijfde zit Pinalbo, in de zesde zit Shaqiri, die gaan we selecteren. De zit Adama Traoré, Pop gaan we ook selecteren. En dan gaan we nu nog Xavi Simons pakken. Dus Pop, Shaqiri en Xavi Simons. 2 team of the weeks en een 83 rated. Ik kan er niet voor klagen voor de ratings dat we moeten inleveren. 20 plus maal 14, nummer 1, dat is in. Walkout. Links buiten. Engels. Nummer Super League. Dat is dingen, dat is meat. En Enzo Fernandez dubbel. Oké. Volgende 14x82 en dat is in. Geen walkout. Centerback, Argentijns. Ja, dat is Martinez of. Ja, Martinez was het. Kon ook Romero zijn. Dus deze was geen goede 14x82. We hebben nog een 30 minuten pakket of 10 minuten pakket. Nee. Oké. Oké, boys en girls, het is nog steeds woensdag. Het is nu bijna 20 na 6 avonds. En we hebben 5 potjes gespeeld op FC 25. En het was eigenlijk wel pittig. Omdat ik net van werk terug ben. Net. Van 4:30 ben ik van werk terug. En heb ik dat dus, ja. Dus nu moeten spelen 2 keer 80 plus. Om 2 keer 81 plus, 1 keer 3 keer 83 plus. 1 keer 2 keer 81 plus. En dan hebben we nog een 84 x 2. Wauw. Maar eerst gaan we eens zien of er een 10 en 30 muntenpakket in de store is. Want dat heb ik nog niet gecheckt. Nee. Oké. 81 plus maal 2. Daarin zit werkelijk geen walkout. Lucas Vazquez en Pedro Porro. Oké. 2 keer 80 plus. En daarin zit weer geen walkout. En daarin zit Reutler en Fransie. 2 keer 82 eigenlijk. 2 keer 80 plus. En daarin zit walkout. Links midden Spaans. Ja, dan weten we wat Grimaldo is. Die kut heb ik al meer gezien dan dat ik eigenlijk wou zien.
2 keer 81 plus en erin zit. Geen walkout, die dan skippen we. Radecki en Vlahovic. I mean, not gonna lie, it's good. 2 keer 81 plus en er zit in. Geen walkout. Gnabry en Ledesma. Let's go. 34 plus mal 2 en daarin zit. Geen walkout. Robertson en Bono. En nu de 3x83. Team of the week wel, maar geen walkout cam. Ja, Shakiri die hebben al keiveel gezien deze week. Wauw. Wauw. Ik denk dat ik eigenlijk nog aan een squad van Cruyff kan beginnen. Want ja, ik ben aan Cruyff bezig. Ik ga eerst proberen El Salvo. En als je Barcelona speler hebben die. Jazeker, Walsh. Oké. Bruno Fernandes. Grimaldo. Berardi. Dovbik. Vicario. Tapsoba. Robertson. Pedro Porro en een dubbele centerback. Ja. En Lisandro Martinez. Dat is nog een squad klaar. We gaan dat alleen doen. Dan moeten we een 83 squad voor inleveren, dus als decent. De normaal. Tapsoba. Nashing Wang. Pedro Porro. Baltimore. Rodriguez. Locatelli. Pepe. Vlahovic. En Bailey. En nu hebben we Leen, Cruyff, Nederlands en Team de Week, Engen, Nederlands, sowieso Team of the Week, Sommer mag erin. Nederlands. Eriksson. Nederlands. En toen nog Silva mag erin. Grimaldo. Nederlands links midden. Nine.
Palacios. Is hij Nederlands? No. Nederlands. Landregio Nederlands. Nog één rating hoger heb. Goud zeldzaam. Modric. Let's go. Hoeveel squads hebben we nu al af? We hebben 1, 2, 3, 4, 5 en we hebben nog, we moeten nog 10 squads. Zou wel moeten lukken in de 25 dagen dat we nog hebben. Dus, ja, Cruyff komt eraan. Jumbo gaat pakket. Let's go. Nederlands, Groenen. Zo. Jumbo gaat pakket. Oké. Guinea Wildcout. Cam. Portugal. Premier Super League. I don't know wie dat is. Stefan Besiktas. En wie is dat? Rafa. Zij Portugees. Portugees. Portugal, Portugal, oui oui, Portugal. Portugal. Oké, het is 7 uur 's avonds op woensdag. En het team van de week is uit. Dus we gaan eens kijken naar het team of the week van vandaag. Van deze week. User van Egyptspoor. Dan Amad Diallo, Virgil. Van Dijk, Mele van Wolfsburg, Borga Sainz van Norwich, Ricky Puig van LA Galaxy, Milinkovic Savic van Al Hilal, Dennis Mann van Parma, Blas, Ludovic Blas van Staat René. Dan Julian Alvarez van Atletico de Madrid. En Marmoush van Eintracht Frankfurt. Dan hebben we nog Lauren van ook van Atletico de Madrid. Justin Kluivert van Bournemouth. Guus Til van PSV. En Doye van Bologna. Lacazette van Olympique Lyonnais. Memeti van TSG Hoffenheim. Lucas Perez van Deportivo. Cabrera van RCD Espanyol. McGowan. Van Celtic. Kapitein. Van Chelsea. Schade. Van Brentford. En Jean-Luc Dompé. Van Hamburger SV. Oké, boys en girls. Ik heb een 82 plus. Maal 14. Let's go. Walkout. Keeper. Zonder. Wauw. We hebben een dubbele walkout te maken met die. Nee. Oké, enkel zonder. We krijgen wel Kluivert.
Let's go. Oké, boys en girls, we hebben het laatste potje van de 5 potjes die we moesten spelen vandaag gedaan. En de weekly rewards en de weekly objectives en zo zijn eindelijk na bijna een week tijd gerefreshed. Dus we gaan eens zien. Ik moet nog 2 potjes spelen voor 200 SP en nog 7 potjes voor 400 en nog 7 potjes voor in totaal 800 SP. En hier moet ik er nog 9 spelen voor 250. En hier moet ik er nog 7 spelen voor 1400. We hebben 6. We hebben hier. Hier hebben we 6 packs. En hier hebben we 1 pack. Dus zijn er 7. Dan gaan we eerst nog een andere pack klaarzetten. We gaan hier nog even een pack klaarzetten. De combo upgrade 85+. En ik moet nog een 84 team hebben. Rechtsachter. Rechtsbuiten. Gaan we bijna de stoel van inleveren. Spits. Oshiman. Blaxenius. Poort. Koopmijners. Good bird, let's go. Okay, let's go. 2 keer 81+, en daarin zit team of the week, Walkout team of the week, CVM, Engels, DKF, dat is Walsh en Balde, let's go. Dubbele Barcelona pack. 2 keer 80+ en erin zit. Geen walkout, let's go. We gaan naar een Vicario, let's go. 2 keer 80+ en erin zit. Geen walkout. Nee, eerst een Banza, let's go. 2 keer 81+ en erin zit. Geen walkout, let's go. Ferrari en Lucas Vasquez, let's go. 2 keer 81+ en erin zit. Walkout, let's go. Links midden. Grimaldo. En Trippier, let's go. 3 keer 83+. Team of the week. CVM. Dat is Kovacic. Die haalde ik niet meer, maar die heb ik nu terug. Nog eens een 3 keer 83+. Spits. Shaw. Koulibaly en Tone. Let's go. 3 keer 83+ en daarin zit. Team of the week. Cam. Zwitser. Shaqiri. Kumaxi en. Allee, Kumagai. En Malen. Let's go. Nog eens 3 keer 83+. En daarin zit. Geen walkout. Coman. Parejo en Gerard Moreno. Combo pakket.
85 plus. Geen valkuil. Wauw. Oké, boys en girls, ik heb 10 77 plus player picks. In de eerste zit ofwel Muzovic, ofwel Damaris Eguirola, ofwel Alvarez. Dan gaan we voor Damaris Eguirola. In de tweede zit ofwel Casemiro, ofwel Abdulhamid, ofwel Torreira. Dan gaan we voor Casemiro. In de derde zit ofwel Zapata, ofwel Brahimi, ofwel Werner. Dan gaan we voor Zapata. In de vierde zit ofwel Ginter, ofwel Vanini, ofwel Vicario. Dan gaan we voor de Vicario, want dan kunnen we die al. In de derde zit ofwel Rodriguez, ofwel Arnautovic, ofwel Nemecha. Dan gaan we voor Arnautovic. Ah, Rodriguez bedoel ik. In de derde zit ofwel Weir, ofwel Sergio Busquets, ofwel McGregor. Dan gaan we voor Weir. In de derde zit ofwel Laporte, ofwel Danilo, ofwel Giroud. Dan gaan we voor Giroud. In de derde zit ofwel Schouten, ofwel Zinsberger, ofwel Leroux. Dan gaan we voor Zinsberger. In de derde zit ofwel Lerma, ofwel Gradit, ofwel Molina. Ja, dan gaan we voor de hoogste, Molina. In deze zit ofwel Brahimi, ofwel Inaki Williams, ofwel Anderson. Dan gaan we voor Inaki Williams. Let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur op dinsdag en we gaan eens zien wat er nieuw is. Hier is niks nieuws. SBC. Let's see what the news about SBC is. Twintig plus maal 14 is er terug. Let's go. Die gaan we craften ze. Let's go. Oké, Kumagai, Kumahe, Kumaha, Kumagai. Kom maar bij. Daniel Malen. Enesiri. Youssef Enesiri. Petanga, mag er ook in. Petagna, sorry. Tweeëntachtig plus maar 14, maar eerst preview pakketten. Of is er eerst nog een 10 munt pakket? Jazeker, 10 munt pakket.
Geen walkout. Konsa, Van Aken en Powerlek. Let's go! Preview Packy. Geen walkout. Maratatata. Crone. Let's go. 20 plus mal 14. Walkout. Keeper. Kobbel. Nee, Sommer. Wauw. Is het een dubbele walkout of niet? Geen dubbele walkout. Oké. Let's go. Oké, boys en girls. Het is woensdagochtend. Ik heb 3 van 10 spelerskeuzes. 75 plus. En ik heb nog 2 20 plus maar 14's. Dus eerst de player picks. In de eerste zit Lauren, in de tweede zit Xavi Simons, in de derde zit Buscagli, in de vierde zit Ginter, in de vijfde zit Pinalbo, in de zesde zit Shaqiri, die gaan we selecteren. De zit Adama Traoré, Pop gaan we ook selecteren. En dan gaan we nu nog Xavi Simons pakken. Dus Pop, Shaqiri en Xavi Simons. 2 team of the weeks en een 83 rated. Ik kan er niet voor klagen voor de ratings dat we moeten inleveren. 20 plus maal 14, nummer 1, dat is in. Walkout. Rechts buiten. Engels. Nummer Super League. Dat is dingen, dat is meat. En Enzo van Ander dubbel. Oké. Volgende 14x82 en dat is in. Geen walkout. Centerback, Argentijns. Ja, dat is Martinez of. Ja, Martinez was het. Kon ook Romero zijn. Dus deze was geen goede 14x82. We hebben nog een 30 minuten pakket of 10 minuten pakket. Nee. Oké. Oké, boys en girls, het is nog steeds woensdag. Het is nu bijna 20 na 6 avonds. En we hebben 5 potjes gespeeld op FC 25. En het was eigenlijk wel pittig. Omdat ik net van werk terug ben. Net. Van 4:30 ben ik van werk terug. En heb ik dat dus, ja. Dus nu moeten spelen 2 keer 80 plus. Om 2 keer 81 plus, 1 keer 3 keer 83 plus. 1 keer 2 keer 81 plus. En dan hebben we nog een 84 x 2. Wauw. Maar eerst gaan we eens zien of er een 10 en 30 muntenpakket in de store is. Want dat heb ik nog niet gecheckt. Nee. Oké. 81 plus maal 2. Daarin zit werkelijk geen walkout. Lucas Vazquez en Pedro Porro. Oké. 2 keer 80 plus. En daarin zit weer geen walkout. En daarin zit Reutler en Fransie. 2 keer 82 eigenlijk. 2 keer 80 plus. En daarin zit walkout. Links midden Spaans. Ja, dan weten we wat Grimaldo is. Die kut heb ik al meer gezien dan dat ik eigenlijk wou zien. 2 keer 81 plus. En daarin zit geen walkout, die dan skippen we. Radecki en Vlahovic. I mean, not gonna lie, it's good.
2 keer 81 plus. En dat zit in. Geen walkuit. Gnabry en Ledesma. Let's go. 34 plus mal 2. En daarin zit. Geen walkuit. Robertson en Bono. En nu de 3x83. Team of the week wel, maar geen walkout cam. Ja, Shakiri, die hebben al keiveel gezien deze week. Wauw. Wauw. Ik denk dat ik eigenlijk nog aan een squad van Cruyff kan beginnen. Want ja, ik ben aan Cruyff bezig. Ik ga eerst proberen El Salvador. En als je Barcelona speler hebben die. Jazeker, Walsh. Oké. Bruno Fernandes. Grimaldo. Berardi. Dovbik. Vicario. Tapsoba. Robertson. Pedro Porro. En we hebben een dubbele centerback. Ja. En Lisandro Martinez. Dat is nog een squad klaar. We gaan dat alleen doen. Dan moeten we een 83 squad voor inleveren. Dus als decent. De normaal. Tapsoba. Nashing Wang. Pedro Porro. Baltimore. Rodriguez. Locatelli. Pepe. Vlahovic. En Bailey. En nu hebben we Leen, Cruyff, Nederlands en Team de Week, Engen, Nederlands, sowieso Team of the Week, Sommer mag erin. Nederlands. Eriksson. Nederlands. En toen nog Silva mag erin. Grimaldo. Nederlands links midden. Nein. Palacios. Is hij Nederlands? No. Nederlands.
Landregio Nederland. Nog één rating hoger heb. Goud zeldzaam. Modric. Let's go. Hoeveel squads hebben we nu al af? We hebben 1, 2, 3, 4, 5 en we moeten nog 10 squads. Zou wel moeten lukken in de 25 dagen dat we nog hebben. Dus, ja, Cruyff komt eraan. Jumbo gaat pakket. Let's go. Nederlands, Groenen. Zo. Jumbo gaat pakket. Oké. Guinea Walkout. Cam. Portugal. Premier Super League. I don't know who that is. Stefan Besiktas. En wie is dat? Rafa. Zijn Portugees. Portugees. Zijn Portugal. Portugal. Oui, Portugal. Portugal. Oké, het is 7 uur 's avonds op woensdag en het team van de week is uit. Dus we gaan eens kijken naar het team of the week van vandaag. Van deze week. User van Egypspor. Dan Amad Diallo, Virgil van Dijk, Mele van Wolfsburg. Borja Sainz van Norwich. Ricky Puig van LA Galaxy. Milinkovic-Savic van Al Hilal. Dennis Mann van Parma. Blas, Ludovic Blas van Stade Rennais. Dan Julian Alvarez van Atletico de Madrid en Marmoush van Eintracht Frankfurt. Dan hebben we nog Lauren van ook van Atletico de Madrid, Justin Kluivert van Bournemouth, Guus Til van PSV en Doye van Bologna, Lacazette van Olympique Lyonnais, Memeti van TSG Hoffenheim, Lucas Perez van Deportivo, Cabrera van RCD Espanyol, McGowan van Celtic, kapitein van Chelsea. Schade van Brentford en Jean-Luc Dompé van Hamburger SV. Oké, boys en girls, ik heb een 82 plus maal 14. Let's go. Walkout. Keeper. Ik heb een dubbele walkout te maken met die. Nee! Oké, enkel sommers. We krijgen wel Kluivert. Let's go. We hebben ook preview pakket. En in de eerste zit gratis. En de tweede zit CGD. Let's go. Oké, boys en girls, het is donderdag. We gaan Ultimate Team in.
Ik moet nog 18 potjes spelen vandaag. Ja. 18 potjes. Ik heb er geen zin in, maar we moeten het nog doen. We moeten nog 18 potjes spelen. Ja. 14 x 82, twee keer. Let's go. In de eerste zit. Team of the Week Walkout. Links midden. Wie is dat? Mappie de Jong en Kundananji. Kundananji. En Memeti. Van BFC. En Memeti van TSG Hoffenheim. En dan Mappie de Jong. Let's go. Nu nog eens een beetje 82 en dat is in. Team de week walkout rechts buiten. We krijgen die mensen. We krijgen die Maria. En die Maria. Een schade. Van Brentford en Alisson en Malen, dat is ga. Let's go. Edegaard hebben dubbel, dus ja, let's fucking go. We zien even nog een 30 minuten pakket, is even een 10 minuten pakket. Nee, let's go. Oké, boys and girls. We hebben weer een niveau hoger in het seizoen. En ik heb bij Feyenoord de Champions League gepakt. Ik heb met Zidane dus de Champions League gepakt. De treble gewonnen. En we krijgen de gebundelde beloning met een 82 plus player pick. Let's go. En we gaan de player pick openen. In de eerste dingen zit Upa Meccano. In de tweede zit Parejo en een derde zit. Dan gaan we voor Parejo. Let's go. Nu wil ik nog vier wedstrijden spelen. In de spelersdoelstellingen. Dan moet ik namelijk 750 SP. En dan ga ik naar managers. Dan ga ik naar de managerscarrière. Let's go. Oké, voor een Gold Jumbo goudpakket van de 86 leden squad van Johan Cruijff. Deze. De 1k munt erbij. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben een player pick 1 van 3, 82 plus, wauw. Oké. Daarin zit ofwel Earps, ofwel Surlot, ofwel Dali. Dan gaan we voor Mary Earps. Let's go. Nu moet ik nog 6 wedstrijden spelen voor 3 uur. En om 3 uur is Black Friday, dadelijk spelen we terug. Oké, boys and girls, wij hebben nu Paredes vrijgespeeld van AS Roma. Of wat is dat? Ja, van AS Roma. Let's go. En nu moet ik nog 2 potjes managerscarrière spelen. En dan straks nog 5 potjes van Black Friday Daily Play. Oké, boys and girls. We hebben de 5 potjes van Black Friday. Black Friday 20 stuk weekly play. Allee, daily play, wauw. We hebben die voltooid. En we hebben
We hebben 8. We hebben zeker 8 packs. We hebben 10 packs of zo. Ik denk dat we 10 packs hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 packs. 2 keer 81, let's go. Spits, Duits, Bundesliga. Wauw. Raum, en doen dat. Let's go. Dikke zeepjes. Daarin zit. Heel balkaart. De licht en zie maar kan. 2 keer 80+. Oh, welke kaart is dat? Centrum mid. Is dat nu zo een hero? Weet ik ook niet. Voor de Centurion Slobodka. Wow. Wauw, Centurion Slobodka. 2 keer 81+. Hopla. Thunderstrike, keeper. Spaans. La Liga. Dat is een dubbele wildcard, denk ik. Nee, toch niet. Dit is een nice man. Let's go. 2 keer 81+. Alvaro Valles en Immobile. 3 keer 83+. En daarin zit een Thunderstrike Cam België. Ja. De Ketelaren, let's go. En Çalhanoğlu. 84+x3 en daar zit in Valkuit. Rechtsachter, Engels. Trend. En Marco Correa en De Ligt. 84+x5. Thunderstrike. Cam. Weer al de Ketelaren. Wauw. Wauw. Jumbo Prim gaat pakket, let's go. Team of the week. Rechtsmidden. Japans. Liga. Kubo denk ik. Wie is dat? Zou dat Kubo zijn? Let's go, dat is Kubo. Oké, boys and girls. Nog eens een Jumbo Premium goudpakket van de SBC van Jonkraar. Oké. David Raya, let's go. Oké, boys and girls. Het is ondertussen 19:34 s'avonds. Ik ben 8-0 gewonnen in de draft die ik heb opgezet. En de nieuwe dingen zijn er. Waardoor dat we een nieuw niveau zitten. 1 van 2 zeldzame spelers, 83+. En daarin zit ofwel De Vrij, ofwel Tumagai. Dan gaan we De Vrij, let's go. En David Raya heeft ons over de 40k geholpen. Dus wat gaan we doen? Alles er normaal gezien.
Is hè. Natuurlijk gaan we weer supplypakketten doen. Altijd doen. Welke dag je supplypakketten? Ik weet nooit wanneer je een walkout kunt uitkrijgen of een icon. We hebben dat seizoen 3 stadion items. En dan gaan we naar Endrik Imau. Of noemt hem daar? Thuis te nu. En dan gaan we kopen. En dat gaan we dus gebruiken morgen. Want dan krijgen we ...200, 400, 600. Dus dan krijgen we 1200 2000 XSP daarvan. En dan krijgen we nog eens 3000 4000 SP van mij. 20 wedstrijden spelen, 20 wedstrijden te winnen met een speler uit Argentinië. Natuurlijk hebben wij twee spelers uit Argentinië in ons team staan. Veron en Emiliano Martinez. Maar nu gaan we naar het stadion, naar de club. En gaan we thuis nu vervangen naar dat van Endrik Irmao. En dan check ik jullie guys morgen vroeg. Let's go. Oké, boys en girls. 82 plus maal 14. Het is vrijdagochtend. 7:42 en we hebben een 82 plus maal 14. We hebben 1114 coins terug. En er zit in geen walkout. CVM, surveillance. Ik heb wel letterlijk al een middel terug. Ik heb die juist. Ah nee, dat is een middel niet. Wie is dat dan? Kunnen we maar wel. Wauw. Dat is geen team met wie, nee, wauw. Wauw. We hebben ook nog een 10 muntenpakket. Dus die gaan we open doen. Wat zit er in het 10 muntenpakket? CVM. Dat is bijna 5, is dat 85 geworden? 84 of 83? Een 83 wel. Ik dacht dat het een 85 was. We hebben nog een 30 muntenpakket misschien. Nee. Nu ga ik verder spelen, want ik heb nu dus die kit gekocht en ik kan nu dus al 200, 600, 800, 1600, 1600 SP verdienen momenteel. 1600 plus 200, 800. Dus dan zitten we subiet al aan dingen. Aan 1.4. Dat zijn we weer 83 plus. En als we echt doorspelen vandaag, hebben wij de 83 plus player pick. En misschien zitten we dan misschien volgende week al. Nou, niet volgende week, maar binnen een paar weken zullen we wel Konaté kunnen hebben. En de gebundelde beloning, wat was dat nu weer? Die twee kregen toch allemaal. Dus dan gaat die Larsen, die Munoz sowieso op rechtsback komen. Bij mij. En hier ga ik voor de Gundogan gaan. Wat die op CVM. Kan, denk ik. Ja, die kan op CVM. En we zijn 83 defending en zo, is dat wel goed voor het CVM.
Gewoon al tegen gehad op centerback, waarschijnlijk naast Van Dijk en Ruben Diaz op de bank. Let's go. Oké, boys and girls, wij hebben 13.400 SP. Dat betekent dat we twee niveaus verder zijn in het seizoen. 1 van 3, 33 plus. En 1 van 4, 83 plus. De leerpik. De eerste 1 van 3. Daarin is ofwel Raya, ofwel Gallagher, ofwel Pedro Porro. Dan gaan we voor Gallagher. En deze zit ofwel Casemiro, ofwel Damaris Egurola, ofwel Oblak, ofwel Palmer. Dan gaan we voor Palmer. Let's go, Cole Palmer. Oké, boys and girls. 82 plus, maal 14. Nog eens. Dus we zullen eens zien wat erin zit. Ik weet het niet. 14 plus, maal 82. Ah, 82 plus, maal 14. Wauw. Centerback. Ja. Weer geen walkout. Het wilt geen walkout zijn vandaag. What the fuck. Oké, dan zullen we de laatste 14. 82 plus maar 14 ook nog maar eens doen. Dan zullen we maar zien wat erin zit. Weer een walkout tegen. Centerback, Engels. Ja. Wel een team in de week weer, maar ja. Let's go. Oké, boys and girls. We gaan naar Ultimate Team. Ik ga ondertussen die muziek van Amadeus Euphoria wat achter zetten. Maar we hebben dus weer een niveau hoger. We hebben de 1 van 5. 83 plus leerpik gekregen. Dus we gaan ofwel voor Damaris Egurola, ofwel voor Blundell, wat al hoger, ofwel David Raya, ofwel kapitein Team of the Week, ofwel dan gaan we voor Team of the Week. Dat is goed dat we een Team of the Week krijgen. Ja. Dan kunnen we die in SBC's ook gebruiken. Ik ga zien hoeveel SBC's dat ik nog moet doen van Johan Cruijff. Nog 7. En dan heb ik Johan Cruijff binnen voor op cam te zetten. Dus nog 1, 2, 3. 3 88 squads. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 88 squats, 3, 87 squats en 1, 86 reden squat. Ik ga proberen die 86 reden squat af te werken, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Dan moet ik eens zien bij RBC opslag. Nee. Dat gaat niet lukken feitelijk, dan moet ik hier al een 87 gaan inleveren of een 89. Nee, dat gaat niet lukken. Maar misschien als we betere packs krijgen door de mate van het weekend, dan misschien wel de 86 squad kunnen doen van Johan Cruijff. De laatste 86 squad wil ik. Normaal gezien tegen het einde van het seizoen heb ik Johan Cruijff wel, ofwel. Tegen het einde van het seizoen heb ik wel 5 keer 87, 5 keer 86.
Dan zou het wel moeten lukken. Hier heb ik sowieso player picks van walkouts. Desnoods kan ik die kaarten wel erin zetten. Dus ja, er zijn nog genoeg momenten om een walkout te pikken. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is 1 uur momenteel. 1 uur en 6. En wij hebben nog een nieuw niveau bereikt. Bij het FC-seizoen normaal gezien. Ja. En we hebben Quintero. Let's go. En nu, wat kunnen we nu nog doen vandaag? Niet veel meer. Wacht tot vanavond, denk ik. Want ik ga niet nog eens 7 potjes spelen vandaag. Dus wacht ik tot vanavond. Let's go. Oké, boys en girls. 1 van 3 campagne mix spelers, 85 plus. In de eerste zit Miedema, maar die heb ik al in bezit. In de tweede zit Gonzalo Inacio. En de derde zit. Dan gaan we voor Marta gaan, denk ik. Dat is de enige die dat ik niet bezit heb. En waar dat die echt nog een hoge reden is. En we moeten de login nog doen, brons. Let's go. Dan hebben we ook nog een goud pakket. Een 5k pakket en een klein aantal Electrum Spears pakket ook nog. En daarin zit. Spits, Marokko. Wacht, en Naziri denk ik, of noemt hem dat. En Naziri en Nacho Fernandez. En zo. Dus ja, let's go. Klein Electrum Spears pakket. Zaad. Dat is echt zaad. Let's go. Landgoud pakket. Klein hebben. Wauw. En Skof Olsen. Let's go. We hebben nog een 10 of 30 minuten pakket. Nee. Brievenpakketten hebben pas binnen 4 uur en 9 minuten. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is vrijdag 7 uur 's avonds. En wat erop stond klopt niet, want het is nu een andere promo Ultimate Succession, denk ik dat het is. De ultieme opvolging. Messi zit erin, Lamine Yamal zit erin. Oké. Oké, win 1 wedstrijd. Oké. Zou moeten lukken. En 4 Engelse spelers. Heb ik die in mijn team staan? Nee, ik heb maar 1, 2, 3 in staan. Moet er nog een verder in zitten ook.
Foden doet het, jong. Ah nee, ik had toch dingen, Palmer. Wauw. Waarom zit dan niet Palmer neer? Eén, twee, drie, vier. Misschien naar de SBC's. Misschien wat voor upgrades er zijn. Maar er zijn niet veel upgrades. Giroud, ja. Voor de rest. Moet ik er eigenlijk bij komen? Ja, Raoul. Ik zou ze vergeten dat Raoul erbij komen was. We hebben nog een pakketje in de store, ik weet het niet. Die muntenpakket is zo, dat zal waarschijnlijk ook niet zijn. Nope. Nope. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is zaterdag en we hebben de 84 plus player pick. Eén van twee 84 plus spelers. En in de eerste zit Diogo Costa en in de tweede zit Acerbi. Dan gaan we voor Acerbi. Let's go. Oké, boys en girls. Het is zaterdag 8 na 10, dat wil ik bedoelen. Wauw, niet 10 na 8, maar 8 na 10. 10 uur en 8, dat wil ik bedoelen. En we hebben de ultieme opvolging, James Milner. En we hebben ook nog een nieuw level in seizoen, namelijk niveau 17. 1 van 3 zeldzame gewaarde spelers 84 plus. Please laat daar een ultieme opvolging in zitten. Xhaka? Nee. Vlahovic? Nee. Misschien nu? Nee. Hij wil Xhaka gaan. Dus we hebben nog geen ultieme opvolging gepakt. Hopelijk bij deze player pick. Bij de 1 van 4. Dat zijn we het weer 84 plus. We moeten nog 5 potjes spelen voor nog eens 1000 SP. Nog 10 potjes spelen voor nog eens 2000 SP. En nu moet ik dus James Milner in mijn team zetten. Dus ja. Nu gaan we die maar in mijn team zetten. Hè. Dus dan gaan we naar de club. Ik ga die wel op rechtsachter zetten, denk ik. Dus dag Trent en hallo James Milner. Wat we nu allemaal gaan doen. Gaan we eens naar doelstellingen kijken. Live. Moet de teamwedstrijden spelen. Speel 6 wedstrijden. Met Gerard. Ultieme opvolging Gerard. Die heb ik in mijn team staan. En Milner in je basisopstelling. Maak minimaal 2 doelpunten in 5 verschillende wedstrijden. In een willekeurig speltype met ultieme opvolging Gerard en Milner in je basisopstelling. En in 5 verschillende. Oh, die gaan we.
Die gaan we het samen kunnen doen. Dan gaan we die tegelijk hebben. Allee. En hoeveel heb ik er nog voor Gerard? Hoeveel is er dan nog op Gerard? Nog 14. Oh. Easy. Easy. Dat is vandaag klaar, denk ik. Vandaag of morgen is dat klaar. Oké, boys and girls. We hebben nu 1k SP bij. En we hebben 2 dingen voltooid bij dingen van James Milner. Maar eerst gaan we. Dan gaan we. Binnen 5 potjes hebben we 20 x 82 en nog eens 1k. En nu hebben we nog een van 5. Zeldzame spelers 24 plus en een 82 plus maal 7. Eerst gaan we de 1 van 4 opdoen. In de eerste zit Gyökeres, Casemiro, Greenwood en dat dek hier, dan gaan we voor Gyökeres. En in de andere playpick zit ofwel Ben White, ofwel Lewandowski, ofwel Günther, ofwel Sabitzer, ofwel gaan we voor special card of gaan we voor rating. Ik ga zien wat de special card kost en wat Lewandowski kost. Dus wat Günther kost en wat Lewandowski kost. Günther kost 10,75. Dus net geen 11k om te verkopen. En Lewandowski kost 17k. Top laat Lewandowski in de club. Oké. Nu hebben we nog een 82 plus maal 7. En daarin zit geen walkout. Links midden Sadio Mane. Let's go. Hadden we nog een brievenpakket? Ja, we hadden nog een brievenpakket. Ik was het vergeten. Let's go. Een brievenpakket zit. Links weer aan. Ja. Aldaxari, hoe noemt hem dat? Aldaxari. Ja. Let's go. Let's go. Oké, boys en girls. We hebben nu 10 potjes gespeeld van ja. Van dat moest je doen van Milner. Dus we hebben 3000 SP gekregen. 3000, dat is heel veel. En we hebben een 10 keer 78 plus, een 10 keer 75 plus en een 20 keer 82 plus. Dan hebben we nog een 1 van 5 84 plus. Dan hebben we nog Acuna. En dan hebben we nog de 1 van 2 85 plus. Dus we gaan in de 1 van 5 84 plus en dat is in Illestad of
Rui Costa of Bright of Martinez of... Dan gaan we natuurlijk voor Hero Rui Costa. En dan de 1-2-85 plus. Daarin zit Isaac of Makengo. Dan gaan we voor Makengo, of course. Hopla, Rui Costa en Makengo 2 promospelers. 10 keer 75 plus. En daarin zit geen walkout, dus we skippen. Carpenter en zo, dus ja, let's go. Oké. Okay. 78 plus maal 10. Team of the week. Links buiten, Frans. Bundesliga 2. Wie is daar? Dit is die Hoffenheim. Wie was dat in binnen? Dompe, Jean-Luc Dompe, dat is. Jean-Luc Dompe. Wauw. En nu de 82 plus maal 20. Walkout. Centerback. Spaans. Liga F. Zou het Papillon of Irene Paredes zijn. Salmoglu en Papillon. Dat is goed. OZ. Team of the Week. Oké. Dat is allemaal goed. Let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur 's avonds op zaterdag. En we gaan eens zien wat er nieuw is, welke SBC's eruit zijn. Zou het eigenlijk kunnen zien op Facebook in de groep van FC, maar ik zie het liever in de game zelf. Dus. Welke spes eruit? Taylor Pedro. Welke upgrades zijn eruit? Geen precies. Is er een icon uitgekomen? Nee. Is er een nieuwe doelstelling uitgekomen? Ook niet, denk ik. Jawel. Let's go. FC Pro seizoen 3. Wauw. Maandag is weer FC Pro open. Nee, FC Pro. Zo. Geen goede pakketten. Geen 10 munten pakketten ofzo. Let's go. We gaan eens zien in squad battles wat we, welke rank dat we morgen normaal gezien hebben. Ja, 2 denk ik. Dan krijgen we een zeldzaam mega pakket. Een squad battles meesterschapspakket. 5x75 en 7k munten. Ziet er goed uit. Let's go. Oké, boys en girls, het is 5 na 9 en we hebben onze rewards op zondag. Allee, het is zondag 5 na 9 zou ik zo zeggen. We hebben onze rewards en de squad battles rewards, dus ja, let's go. Oké,
Dan gaan we zien. Speel. We hebben gauw 3. Wauw. 3.575. Megapakket en squadbelt als meesterschappakket. En dan gaan we nu die wards openen. Zo. 5.75, let's go. Geen walkout. Come on, Veretou, Ito, Johnson en Sherky. Oké, megapakket. Geen walkout. Daalman. En squad belts, meesterschapspakket. Let's go. Walkout. Center weg. Dat weet ik niet wel eens. Al de retten. Let's go. En dit was dus de video. Ik hoop dat jullie guys ervan genoten hebben van deze video. Ik heb er nogthans van genoten. Ik zeg jullie guys graag terug in een nieuwe video. We gaan nu tijdens, we hebben nu packs geopend tijdens Black Friday Thunderstruck. En in de volgende video gaan we packs openen tijdens, ik weet niet meer welke promo. De volgende video is nu vrijdag. Wil ik nog eens zien wat ik ga uploaden. Ik moet nog een video, nu vrijdag is de video van de nieuwe DLC van GTA 5. Wauw. Was vergeten. De nieuwe DLC van GTA 5 komt online als deze video is online, is uit als deze video online komt. Dus vrijdag gaan we die DLC's bekijken en gaan we zien wat we gaan krijgen tijdens de DLC. Wat er is eigenlijk tijdens de DLC. Dus check jullie guys vrijdag bij de GTA 5 video van de nieuwe DLC. Let's go.